Ja, dit zijn allemaal jingles uit de radio over tijd. De naam jingles. Dat is Nelly Fils, Nelly Fils, Nelly Fils. Pieter Nelleke. Ja, wat zou er van de geworden zijn? Wie is de volgende? Ja. Ina Altens, Ina Altens, Ina Altens. Ja, dat was weer ook eentje. Is niet zo lang omroepster geweest. Of presentatrice, zo heette ze ook bij ons vroeger. Bert Kleine, Bert Kleine, Bert Kleine. Ja, wie komt er nu? Bertje P? Martin Datema, Martin Datema, Martin Datema. Ja, die hadden we ook nog van de popafdeling. Dat bestond ook al in die jaren. Ja, ja. Knippen die bandjes, wat hebben we soms gelaten, geks mogelijke montages werden er gemaakt. Ja, ja. Tine Scherding, Tine Scherding, Tine Scherding. Nou, die is maar heel kort geweest, want die was totaal niet geschikt als presentator. Dat was allemaal zo boers en zo plat. Je pikte dat gewoon vroeger van de radio, hè? Dat kon je niet uit allemaal. En dat is deze week. Ja, wat was het deze week? Toen? Geen idee. Nee, nee. Hier is de Bijlen Agenda. Oh, die hadden we ook nog. Dat was een soort rubriek met allemaal informatie over dingen die er plaatsvonden. Ja, een soort lokaal dorpsnieuws, weet ik veel hoe je het zegt. Hadden we ook nog een soort cassetteservice. Dan kwamen de luisteraars naar de studio, werden ze gebracht en dan kregen ze een serie bandjes mee. Dan begrepen ze niet hoe ze een cassette moesten omdraaien. Dat was ook altijd wel grappig. Dus lieten we Rien's Rink. Oh. En dan hadden we Altitude, werd ze genoemd, Koorstra. Er waren drie oudere mensen toen al. Als ze nu nog zouden leven, zouden ze ver over de 100 zijn. Oh ja, wij gaan door met ons programma om de volgende cassette. Oh, god, god, god. Wat hebben we gelachen bij die opnames. Die Altitude had een spraakgebrek. En dan hadden we ook nog twee dames, twee zusters uit Den Haag. En ik weet niet of die hier ook in de jungle zitten. Dat kan ik niet meer herinneren. Die kwam ook vaak naar de radiostudio voor het rariteitenkabinet. Daar traden die mensen op zaterdagmiddag op. En dan werden er gelijk jongens van ze gemaakt. Muziek in zin. Jullie! Joehee! En werd geapplaudiseerd. Oh mijn god. Wat waren we gek in die jaren. De jaren 73, 74 tot ja, 79, denk ik, toen Indonesië ging. Nou. Dat was erg gillen. Radio Ahoy, Bijlen.
Dat was zo'n klein dik mannetje, kan ik me herinneren, vroeger, toen hij kind was. Ik kan niet meer schoon op zijn naam komen. Nee, af en toe werkte hij mee. Hier is radio. Ahoy. Het station waar muziek in zit. Het was inderdaad het station waar muziek in zit, maar er kwam ook veel informatie uit. Want dat vond ik zelf heel leuk om te doen. En doe ik nog steeds, maar dan niet meer op televisie. En af en toe nog eens een muziekprogramma. Ahoy roept ook uw berichtje gratis om. Heeft u iets te koop? Laat het Ahoy even op een briefje weten. Ons adres is Pasbus 69 in Bijlen. Mooi, wat een kinderstemmetje. Ja, we waren tieners in die tijd. Deze was een van de jongste, geloof ik. Ik zal mijn zusjes vragen hoe die heten. Want ik ben het vergeten. Ja. Vind je reuzen lief, hij kust je en hij zegt dan lief bij zien van de luister, viskaars, baby, baby. Ja, getikt van Veronica, volgens mij. Doet u mee? Bestel dan nu, op dit moment, vandaag nog, een luistervieskaart voor 1,50 gulden voor het hele jaar 1977. Stuur een briefje naar Radio Ahoy, Pasbus 69 in Bijlen. Radio Ahoy, Pasbus 69 in Bijlen. Radio Ahoy, Pasbus 69 in Bijlen. Wordt nu, vandaag, voor 1,50 gulden voor het hele jaar luistervis. Doe het nu, nu het nog kan. Ja, luistervis. Ga je vriend plezieren, maak hem die luistervis. Je steunt een goed doel. 1,50, 1,50, 1,50, 1,50. Bestemd voor het werk van de Stichting Ahoy Radio Omroep in Bijlen. Ja, 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 de Stichting Ahoy Radio Omroep, die kwam er in 74. Ik ben getikt van Veronica, volgens mij. Ja, dat was, die draaiden we ook vaak. Nou, information hadden we heel veel. Ik ben wel aan het janken, weet je dat? Oh ja. Nou, wat komt er nu? Nou ja, dat was zo'n LP, daar konden we jingles afhalen in die tijd. Kan ik me ook herinneren. Ja, 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 zeker weten. De stem van Rob Oud, volgens mij. Zomersproetjes tussen 17 mei en 29 augustus 1977, de zomerprogrammering op Radio Ahoy. Iedere week met op cassette A1 kant 1 het cassette-uitzending hadden we ook, ja. Op cassette A1 kant 2 muziek terwijl je werkt, presentatie Nelly Gels. Op A2 kant 1 op 78 toeren of Nederlandstalig iets met Bert Kleine. Op cassette A2 kant 2 Ahoy's Bederhalf uurtje met Rian Eiboer. Op A3 kant 1 de ene week de studioquiz Ahoy Wilwel met Rian Eiboer, de andere week het toeristisch magazine van Bert Ploeg. En op A3 kant 2 de koffietijd van Bert Kleine. Op A4 kant 1 Rian Eiboer met het half uurtje met. Op A4 kant 2 met mij een plaatje om van Nelly Gels. Op A5 kant 1 drie kwartier lang 3-in-1 met cabaret, operette en nieuw Nederlandstalig werk van Ina Ottens. En als lesbest op A5 kant 2 een kwartiertje droomklassiek van Bert Kleine en een half uurtje onbepaald met Bert Ploeg. Nou, wat maakten we door dat van die tijd, zeg, met die cassetteprogramma? Er is niemand die nog luistert naar een andere zender. Iedereen die luistert toch naar ons. Die jongen, nou dat vind ik een hele goeie vond. Tja, we pikten ze gewoon, die jingles. Maar we waren jong.
En als je jong wat was, dan wilde je wat toch? Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit. Oppassen dus inderdaad. Er gebeuren veel ongelukken bij spoorwegovergangen, ook nu, in 2004. Nieuw. Ja. Dan krijg je zeker de Golden Oldies. Ik heb geen idee. Golden Oldies. Nee, ja, dat komt niet. Ja, toch. Nieuw. Nou, het is wel leuk om terug te horen na al die jaren. Dit is 40 jaar oud, 1940. Hoort u niet de mensen om u heen herhaaldelijk zeggen, radio, ahoy. Nou, ik hoor niet anders. Ja, precies. Er werd heel veel gesproken over radio, ahoy, want een omroep bestaande uit teenagers vond het toch wel heel vreemd in die tijd. Wanneer met je radio, ahoy. Kan niet aanstaan. Ga je die staat dan? Tja. Radio Ahoy, het eerste radio Ahoy, de stichting Ahoy Radio Omroep. Ik weet niet meer wat dit was, maar het was... 3-in-1. Oh ja, dat was van 3-in-1, dat was je cabaret, nog wat, ik weet het allemaal niet meer. Ik heb zoveel programma's gemaakt, dat was wel heel leuk. En dan, ja... Allemaal hier uw eigen station. Tuurlijk, u luistert naar Radio Ahoy. Zonder twijfel het station waar muziek in zit. Knippen en plakken, dat deden we toen al. Nu doe ik het natuurlijk. Oeh. De pound! Radio Ahoy, het station waar muziek in zit. Nou zo, Radio Ahoy. Ja. Nou, komt er nog meer?